Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je business Of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur waarin ik alles, alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Maak je op Alibaba wel eens gebruik van Railway Delivery? Ik zie zeer lage verzendkosten en DDP Included levertijden duren wel erg lang. Um, ja, ik maak gebruik van Railway en um, ik, ik maak er al uh, een tijdje gebruik van. Ik heb hierover trouwens ook een YouTube video gemaakt uh, waarmee, uh, waarmee, ik, uh, waarmee ik in deta detail omschrijf wat de verschillen zijn tussen luchtvracht, zeevracht en uh, treinvracht, dus als je echt meer informatie over wilt weten, check mijn YouTube-video hierover. Um, en Railway uh, uh, heeft een, een voordeel ten opzichte van, um, van, van luchtvracht, omdat het veel goedkoper is, echter niet zo goedkoop als zeevracht. Zeevracht is nog een stukje goedkoper. Behalve nu, nu de containerprijzen echt helemaal gek zijn uh, geworden. Het is nu een, net een andere uh, situatie. Maar normaliter is treinvracht uh, goedkoper dan luchtvracht, maar net iets duurder dan zeevracht. Um, Daarnaast een voordeel uh, in normale omstandigheden dat treinvracht net iets sneller is dan zeevracht. Um, echter, het hoofd heeft ook weer als nadeel dat het veel trillingen veroorzaakt. Um, dus als jouw product daar gevoelig voor is, dan um, zou ik uh, treinvracht minder aanraden vanwege die trillingen. Um, aan, de, aan de andere kant, zeevracht heeft als risico weer dat er waterschade kan ontstaan. Um, en dat het ook iets langer duurt. Dus ze hebben allemaal voor- en nadelen. Check even mijn YouTube-video voor een uitgebreidere omschrijving. Uh, maar ik hoop dat je hiermee ook al uh, verder kunt. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief. En om je in te schrijven voor de gratis product research training van 1,5 uur. Dankjewel. Tot de volgende keer.